Daar gaan we een keer spelen met een shotgun. Die, als je hem met de chill attachments kan gebruiken en hebt geunlocked, laat maar zeggen. Superman ook super chill kan zijn. Ik ga spelen met de Bradshy 205 natuurlijk. Ik weet niet precies hoe je het goed uitspreekt. Sorry. Maar ik speel niet alleen met dat wapen. Maar ik ga ook even proberen Double Crypto Keys te farmen. Zoals je ziet natuurlijk is het op dit moment Double Crypto Key weekend. Dus vandaag als jullie deze video kijken maandag. En het duurt tot 6 uur vanavond. Dus hey, als je deze video om 3 uur kijkt. Zoals het natuurlijk online komt, heb je nog 3 uur de tijd. Om even jouw crypto keys natuurlijk te krijgen. Maar dit is mijn class. De 205 Bradshy met de long barrel. En rapid fire attachment. Ik heb de nuketown camo erop staan. Want dat is zo'n mooi camotje. Ik heb de hero firebreak outfit aan. Natuurlijk met de firebreak zelf. Zoals je net ook in mijn beeld zag. Double crypto key weekend. Of XP. Hoe je het wil noemen natuurlijk. En dit ding is echt een beest. Als je er goed mee kan omgaan. Daar geef ik wel even de nadruk op. Want als je er niet goed mee kan omgaan, dan moet je hem ook niet gebruiken. En als mensen in je rug komen. Hij met long barrel heeft hij wel een lange range, maar ook weer niet te lang. Oh kut, ik schrok ongeluk. Fucking Rita ben ik. Maar ja, je moet er niet van uitgaan dat je een AR afstand ermee kan schieten. Maar dat is logisch, want het is een shotgun. Het is een blijvend shotgun natuurlijk. Jezus, ze zitten daar te campen op dat ding jongen, bij B. Dat is kutte. Maar spelen bij de way potje 10 damage op de map breach. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Jij mag niet mijn wapen pakken. Jij mag mij niet killen. Jij mij ook niet. Zo. Oh, heb geluk omdat ik nog een klein beetje weak was. De KN is ook wel een chill wapen. Daar heb ik dit weekend ook even mee gespeeld. Maar ik ga nu even met de bridge spelen. Ja, kijk. Dat kan hij dan wel, deze afstand. Zonder long barrel had je hier dood geweest. Dat weet ik 100% zeker. Want zonder long barrel en zonder rapid fire is het echt een kudding. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Hij kan wel chill zijn, dan moet je echt nuke dan zitten en hardpoint. Dat je echt in die huizen kan blijven. Dan moet je niet... Hoe zeg je dat? Niet vanuit gaan dat je er echt mee kan rushen. Teammate heeft hem al. Let's go teammate. Good job. Oprotten jongens. Purifier jongen. Oh Tempest. Oh. Huh. Oh, we gingen dood door de kaart en ik denk, huh? Hoe kan die fan die Tempus mij nou hebben? Maar dat was niet zo. Maar teammates, we staan achter. Teammates, we staan achter. Hé, hey, kom op. Ze hebben een UAV geloof ik, want hij zag me. Dus dat is een slecht teken. Oh. Oh, oh, er zat nog één binnen, man. Gaat weg met dat campen. Vot. Zo irritant jongen, dan wordt gewoon heel de game geremd door die kutcampers. Maar dat gaat het niet gebeuren, kom maar. Ah, toch wel. Dualshock nog 40. Oh, wacht. Dualshock 40, 40 heet hij nog wel eens. Hé, hey, mooi man. Cool toch. Zit hier links van me? Die met een 7. Oh mijn god, triple. Als je hiermee een killtje nou ben je een beast. Dan ben je echt een tanker beast. Wat ben ik aan het doen? Ach, ach, ach. Wat ben ik toch weer aan het doen? Wat ben ik weer grappig vandaag zeg. Grappen en gollen met ongeschest zo. Ja toch, hey, je weet zelf jongen. Ik word weer gekild van Kain by the way. Hey. Kom maar op man. Ik ben het beste van het team op dit moment. MVP. Moet bij de beetje met deze. Oeh, kut. Wauw, weer een KN. Ik word er echt schonziek van. Maar deze shotgun hoef je by the way headshot maken in plaats van one shot. En dan moet ik met de haymaker ook geloof ik. Dus dat is wel chill. Maar met dit ding is het soms onmogelijk om een one hit te krijgen.
Dan moet je daarvoor hardcore gaan spelen. Maar dat speel ik niet vaak. Ik heb het één keer met Tom gespeeld. Leuke teammate. Weer die KN? Godverdomme, hoeveel keer ben ik al door die KN gekild dit potje? Ga tellen man, voor mij 4 keer of zo. Nou, wel wat meer geloof ik. Wel ietsjes meer dan 4. En nu dan weer hier vol. Dat zijn geloof ik de enige 2 mensen waar ik door gekild heb. Door die Dualshock dude. En weet dat? Die KN Rozer. Oh. Hij zit dus beneden. Team, ik ging nog bijna dood door mijn team. Weer een KN! Jezus! Oh, we gaan hem nog hard verliezen ook, serieus. Teammate, man! Ik ga fucking... Nou, niet al te goed of zo, maar... Hé, hey, weet je? Ik ga gewoon vaker met de Bretje spelen. Als jullie dat willen natuurlijk. Ik vind het wel een relaxed wapentje, nu. Luister naar wat ik zeg. Ik zeg nu, hè. Dude, nee! What? Get tripled, man! Wow! Zagen jullie dat? Purifier erbij. En even wat braadworstjes warm maken. Dat is 1. Die met hem en ik. Kom maar. Kijk. Sommige mensen zijn zo dom, hè. Echt waar. Doei. We spannen sowieso hier. Oh mijn god, ik heb ze ook nog allemaal. Oh, net geen lightning. Kak. Jammer. Dat was even jammer, anders hadden we even een lightning kunnen rocken op deze man, maar... Het is weer die KM dude. Succes jongen, dankjewel. Oh, rond nou met je tempers, als we dit nog 2 kills... Ja, dit gaan we winnen. Kom op. Teammate achter je, teammate. Let's go, Beast Koen X. Mocht nou even deze video, we gaan even kijken hoeveel crypto keys we uiteindelijk hebben gekregen voor dit potje. We hebben 42 om 16 eindscore gehaald natuurlijk. We hebben nog een potje gewonnen, dus we hebben echt wel een dikke comeback gemaakt natuurlijk. En hier natuurlijk met de KRM262, wat eigenlijk de Remington was van Black Ops 2, is geëindkilled. Dit is mijn poppetje natuurlijk, super mooi. Ik vind dit echt een mooie kleur. Gewoon dat zwart en dat goud. Alleen de helm vind ik wat minder mooi, maar hey. Maar ik vraag me af, hè. Je hebt in Black Ops 2 heb je de S12, de M1216, de KSG en de Remington. De Remington is de KRM, de Argus is de KSG. Dan denk ik dat de Haymaker de S12 is en de Bretchy de M1216. Zo denk ik dat het is. Ik weet niet of jullie dat ook zo vinden. Laat het in de comments achter. Maar, als Call of Duty een beetje opschiet, kunnen we zien hoeveel crypto keys we hebben gekregen. Ik ga ze sparen natuurlijk voor een opening. Nou, dit boeit niet. Kijk, we hebben er dus 90. 91, dus 1. 2. En 3. Dat was het. Oké, ik heb er dus 3,5 gekregen eigenlijk. Dus, mocht je nog even deze video, laat je een blauw duimpje omhoog achter. Dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Jongens, doei!